veel handje had. Nee. Ja, wie even. Dan valt het niet goed. Het kleurt volop groen en blauw op de campus van Tilburg University. Want het is weer tijd voor de verkiezingen van de universiteits- en faculteitsraden. Bij Univers vroegen we ons af, weten studenten al op wie ze gaan stemmen? Who did you vote for? I voted number 3. Okay, and is it front or some? I don't know. Is it blue or green? Green. Oké. Okay. Heb je al gestemd? Ja, zeker. Ik sta ook op de lijst voor Active Tyson. Oh, top. En dan neem ik aan dat je op front hebt gestemd? Ja, ik heb front gestemd. Zeker weten. En op wie heb je gestemd? Ik heb op Maarten Kas gestemd. Oké. Okay. Ja. En waarom? Ja, goede punten. Ik ken hem toevallig ook, een goede vriend van mij. Dus ja. Hi, may I ask you a short question? Yeah, sure, have you voted already? Yeah, I did. Okay, and who did you vote for? I voted for Marianne from ABC, yeah. Oh, nice. So she is with Front, right? Yeah, I think so. And why did you vote for her? Because she's a friend. Okay, nice. Noa Bala. He's also Front. Oh, okay. And why did you vote for him? Because we're friends. Okay, great. Thank you so much. Have a nice day. You too. I don't know the candidates yet. Okay, but you are going to vote? Yeah, I'm going to vote. I'm going to look. Om het jaar mogen de medewerkers stemmen. Dit jaar zijn zij ook weer aan de beurt. You are a lecturer here. Have you voted yet? No, I haven't. Who are you going to vote for? I'm not telling. Oh, okay, that's fine. Okay. Yeah. Weet u al op wie u gaat stemmen? Nee, heb ik nog niet in verdiept. Maar dat gaat u wel nog doen? Ja, ga ik wel doen. Het is voor mij een beetje ver van mijn bedshow, omdat mijn locatie Utrecht is. Maar ik ga me er toch wel even verdiepen. Ja. Okay. Ja. Bent u medewerker hier? Ja. En dat betekent dat als het goed is dat u mag stemmen op een, voor de universiteitsraad. Maar u weet denk ik dan nog niet op wie u gaat stemmen. Nee, want ik kom hier aan en ik zie allemaal dingen gebeuren hier, maar ik heb geen idee waar het over gaat. Dus. Ik heb al gestemd. En mag ik vragen op wie u gestemd heeft? Ik heb alle namen langs gekeken en degene die het verhaal het beste vertelde, heb ik op gestemd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de naam vergeten ben. En bij welke partij hoorde de persoon waar u op gestemd heeft? Dat was een onafhankelijke. Okay. Ik heb gestemd op Yvonne. En waarom? Omdat Yvonne opleidingscoördinator is en omdat ik dat ook geweest ben. En ik vind het ook belangrijk dat naast het wetenschappelijk personeel het ondersteunend beheerspersoneel, zoals dat genoemd wordt, maar eigenlijk de servicediensten ook vertegenwoordigd worden in die raad. Mag ik vragen waar diegene dan voor stond? Nou, duurzaamheid, inclusiviteit, ik denk dat dat belangrijke thema's zijn waar we als universiteit mee te maken krijgen, waar de maatschappij mee te maken heeft. Dus dat zijn de onderwerpen waar ik vooral naar gekeken heb. Ja. Nou, heb je het een beetje naar je zin vandaag? Ik heb het zeker naar mijn zin. Okay. Ik mag lekker meneer Beer spelen, dus goed aan het genieten. Ja, en dan blijf je ook wel een beetje droog in dat pak. Zeker, 2 truien aan, eentje eronder, eentje erboven, dus ik heb het niet verkeerd. Ja, goed zo, nog heel veel plezier. Dankjewel.